Ilse, waar zijn we? Hoi, we zijn in Nashville. En waarom zijn we hier? Het is mijn tweede thuis. Voor mij is het logisch om hier te zijn. Hoe heet je nieuwe plaat? Mijn nieuwe plaat heet Gravel and Dust. En waarom heet hij zo? Nou, het is een van de albumtracks en ja, ik vind gewoon, het past het meeste bij de sfeer. Er zijn altijd favorieten op een album. Noem er eens eentje. Gravel and Dust. En waarom? Omdat hij eigenlijk gewoon het hele album qua klank verwoordt of zo. Noem er nog eens eentje. Went for a while. Wie is T-Bone Burnett? Dat is T-Bone Burnett. En waar ken je hem van? Ik ken hem van zijn geweldige producties. De lijst is te lang, maar bijvoorbeeld Robert Plant, Alison Krauss, Raising Sand. Mooi plaats. Hoe kwam je met hem in contact? Ik kwam met hem in contact via, eigenlijk een kennis die we allebei hadden. En toen? Toen gingen we koffie drinken. En toen? En toen reed ik achter hem aan door Nashville naar zijn studio. Hoe was die eerste ontmoeting? Niet normaal, heel zenuwslopend, klotsoksels, dat soort dingen. Hoe snel begonnen jullie met opnemen? Volgens mij zaten we 2,5 maand na dat moment in de studio. En waar namen jullie het album op? Hier. En hoe heet het hier precies? Het heet hier House of Blue Studios. Waarom deze studio? Omdat Timon hier veel werkt. En waarom werkt hij hier zoveel? Ik denk dat hij dit heel aangenaam vindt. En dat hij precies weet, weet je wel, hoe de ruimtes werken, hoe alles klinkt. Geweldige apparatuur. Had hij een bepaald idee voor de sound? Hij wilde op een gegeven moment, zei hij, graag een dulcimer verwerken in, als een rode draad eigenlijk door de plaat. En wat is dat eigenlijk? Een dulcimer is een oud snaarinstrument. Dat komt een beetje uit de bergmuziek, mountain music. Hoe lang duurde het complete opnameproces? We hebben hier een dikke week opgenomen. En waren alle nummers al af of heb je ook hier geschreven? Ik heb hier niet geschreven, alles was af. Waar schrijf je het liefst als je hier bent? Als ik hier ben, schrijf ik het liefst bij mij thuis, want dat klinkt heel goed. En wie waren de studiomuzikanten? De studiomuzikant van de basisopnames was Russ Paul, Dennis Crouch en Ilya Toshinsky. Heb je eerder met deze mensen samengewerkt? Met een paar. Even kijken, Ilya en Russ hebben allebei op platen voor mij gespeeld. Alfred, Dennis was nieuw voor mij. Heeft T-Bone je nog iets bijgebracht als zangeres? Als zangeres heeft hij mij bijgebracht wel vaker van, oké, Ilse, rustig, weet je wel, ontspan. Weet je, ik was natuurlijk toch een beetje onder de indruk. Als je een week in de studio zit, wat doe je dan met het eten? Met het eten? Vaak als je in de studio zit, is het zo dat je toch eigenlijk gewoon eten laat komen, want je zit in zo'n flow. En wat eet je dan zoal? We hebben heel veel Vietnamees gegeten, maar ook wel op een gegeven moment moest er een stapel hamburgers komen. Maar volgens mij was dat na het gebruik van een bepaalde sigaret. En heb je nog een leuk weetje over T-Bone? Leuk weetje over T-Bone is dat hij eigenlijk altijd naar de studio komt in een driedelig pak. Welke plaats heb je nog meer opgenomen in Nashville? Next to Me, Incredible, World of Hurt, mijn laatste popplaat natuurlijk en mijn allerlaatste album, Gravel and Dust. En welke is je favoriet? De laatste is altijd de favoriet, Gravel and Dust. Oké, en heb je nog een tweede favoriet? De eerste, want daar is alles mee begonnen, World of Hurt. Noem één mooie herinnering eraan. Te veel herinneringen. Alles was nieuw. Noem er nog maar eentje. Ik kende alle muzikanten bij naam, want ik las altijd albumcredits. Dus die kwamen allemaal één voor één die studio in. Dus dat was gewoon wauw. Is Nashville nu je favoriete plek om plaat op te nemen? Nashville is één van mijn favoriete plekken om plaat op te nemen. En wat is nou het verschil tussen Amerikanen en Nederlanders? Te veel om op te noemen. En wat is het verschil tussen Nederlandse of Amerikaanse muzikanten? Te veel om op te noemen. Wie is je favoriete Nederlandse muzikant? Is een dame die ik erg bewonder momenteel, en die Judy Blank. Wie is je favoriete muzikant uit Nashville? Zijn er zoveel. Maar goed, meest recentelijk heb ik een enorme klik met Russ Paul, een pedalsteel gitarist. Schrijf je liever hier of liever in Nederland? Ik schrijf over het algemeen liever in Nashville. Werk je liever met Nederlanders of met Amerikanen? De combinatie. En waar ben je het liefst? Ik ben heel graag in Nashville. En je woont hier ook, toch? Ik heb hier een plek, ja. En waar precies? Dat zeg ik niet. We zitten nu in een ontbijtdiner. Mm-hmm. Ontbijt jij iedere ochtend? Ja, ik ben wel een ontbijtmens. En wat ontbijt je dan altijd? Eieren en koffie. Lekker. Hoe lang woon je hier al? Ik kom hier al meer dan 20 jaar. Maar ik heb een plek hier sinds een jaar 4 of zo. Ben je toch zat? Nee.
Wat mis je het meest van Nederland als je in Nashville bent? Beschuiten met hagelslag. Je bent veel bezig met nieuw talent. Wie zou hier kunnen doorbreken? Joe Buck. Wat zou iemand absoluut moeten doen als je hier voor het eerst bent? Nou, dan moet je denk ik eerst maar eens dronken worden op Broadway en Second Avenue. Want dat is echt toerisme Valhalla. En daarna moet je vooral veel echt goede muziek gaan kijken. Ook in de Station Inn en de Ryman Auditorium. Alle plekken net een beetje daaromheen. Heb je zelf alle toeristische trekpleisters gehad? Ik denk het wel. Waarom is Nashville zo belangrijk voor je? Nashville is voor mij gewoon inspiratie. Wanneer kwam je hier voor het eerst? In 1996 of 97. Met welke reden? Op uitnodiging van Warner Brothers destijds om demo's te maken, om te kijken of ik wel goed genoeg was. En is er sindsdien veel veranderd? Ja, mijn leven is totaal veranderd. Wie was de allereerste persoon die je hier ontmoette? Ik denk Rob Crosby. Zou je ooit fulltime hier kunnen gaan wonen? Toch tweestrijd. Weet ik niet. Oké, laatste vraag. Wat zou je nog willen zeggen tegen je fans thuis? Nou, proost. Lekker pakje koffie.